Gisteren heb ik al een en ander verteld. Dat is namelijk een heel ander verhaal. Maar daar heb ik me verder niet over uitgeweid. Goedemorgen, het is zondag. En ik ging gisteren natuurlijk naar bed met een hele pijnlijke enkel. En ik word wakker, of laat ik zo zeggen, ik hoopte dat het over zou zijn. En met die gedachte ging ik ook eigenlijk naar bed. Vannacht best wel veel wakker gelegen, gewoon door de pijn in mijn enkel. Dat ik echt dacht, kan je wakker liggen van pijn in je enkel? Nou ja, dus. En nu word ik wakker en doe ik nog steeds pijn. Je ziet het wel iets minder, het is iets minder dik en rood. Maar het doet zo verschrikkelijk pijn. Dus ik kan er echt bijna niet op staan. Was net ook in de badkamer. Maar toen ik terugging, denk ik, ga nog heel veel liggen voordat ik naar beneden ga. Ze is wel nu net naar beneden al gegaan. Maar even moed verzamelen om die trap af te gaan. Ik denk dat ik zelf een kruk regel. Mijn ouders hebben er altijd één staan. Dat ik in ieder geval even niet te veel mijn gewicht op hoeft te zetten. En misschien dat het dan wel even wat sneller overgaat. Maar ik vind dit even niet leuk. Het komt me zo slecht uit. Oké, ik ben ondertussen aangekleed, opgemaakt. Dat was even zwaar. Mijn broertje, die komt zo even krukken brengen. Die heeft mijn ouders staan, want dan beweeg ik me even wat makkelijker door het huis. Kan verder alles, alleen niet op die voeten staan en lopen. Ik weet wel, het is als het goed is een ontsteking in mijn gewricht. Dus ik ben er wat van. Slik is niet voor het eerst dat ik dat heb. Het is wel lang geleden dat ik dat heb gehad. Maar goed, doet er niet toe. Gisteren heb ik al een en ander verteld. Dat is namelijk een heel ander verhaal. Maar daar heb ik me verder niet over uitgeweid. Dat had te maken dat Sarah dat nog niet wist. En het heeft ook impact op mijn opa, zeg maar. En we wisten nog niet zeker wanneer die het zou weten. En we vonden dat, ja, sommige dingen moet je gewoon zeker weten dat je het eerst in, aan de juiste mensen stelt. Die gaan we het donderdag vertellen. Deze vlog komt natuurlijk zondag online, dus dan is mijn opa wel op de hoogte. Anders skip ik gewoon dit stuk en dan vertel ik het jullie later. Maar goed, wij waren op vakantie. En woensdagavond, dus de laatste avond, Marco was al lang terug. Belde Mark me op, die kwam naar ons huis en opeens alle lichten stonden aan. Van echt zolder tot beneden in huis. Hij wilde het huis in, maar dat ging niet, want de voordeur was van binnen afgesloten. Nou, ook bij de buurman aangebeld, want hij snapte het eerst niet, had mij ook aan de lijn. En toen op een gegeven moment zag hij wat bewegen binnen. Ze hadden zoiets, hè, dat klopt niet. Nou, de buurman die kwam net zijn deur uit. En hij zegt, ik zie wat. En op dat moment komt er dus iemand de trap af. Was dus een inbraak gaande. En van binnen, die jongen die zag hem. En die riep ook van, hé, ze zijn thuis. Ze waren sowieso met z'n tweeën binnen. Nou, die zijn naar buiten gerend. Ze zijn via achter naar binnen gekomen. Ze zijn via achter naar buiten. Nou, Marco met de buurman gelijk ook achterom gerend achteraan. Nou, tevergeefs. Want ze hadden daardoor een enorme voorsprong. Dus hij kon ze niet meer inhalen en ze waren ze kwijt. Van ze waren ze kwijt. Nou, dan kom je uiteindelijk natuurlijk binnen. En nou, dus het is best wel een flinke inbraak geweest. Er is best wel veel weg. Als Marco ze niet had betrapt, was er nog veel meer weg geweest. Dus daaraan hebben we enigszins geluk. Maar we zijn wel echt heel verdrietig. Want de dingen die weg zijn, die ze wel hebben meegenomen, zijn eigenlijk voor een groot gedeelte de meest onvervangbare spullen. En kijk, sommige spullen, ik ben best materialistisch. Maar tegelijkertijd ook niet, want nou, ook spullen weg waarvan ik denk, ja, nou ja, weet je, we zijn verzekerd, dat vervangen we. En ja, weet je, jammer dan. Het is heel vervelend, ik vind het niet leuk, maar ik lig niet van die spullen wakker. Maar er zijn ook spullen weg. Ik heb een paar maanden geleden
de sieraden van mijn oma gekregen. Die is 13 jaar geleden overleden. Mijn opa kon daar heel moeilijk afstand van doen. Dat hebben we een paar maanden geleden eindelijk gedaan. Daar heb ik ook al die tijd gewoon rustig op gewacht. Want ja, het was van zijn vrouw. Dus weet je, mijn tijd komt dan wel. Maar ik was heel blij daarmee. Want dan heb je toch een stukje van iemand die je gewoon heel dierbaar is geweest. En ik had altijd echt een hele, hele goede band ook met mijn oma. Nou, dat is weg. Dat doet me heel erg pijn. Sommige stuks waren zeg maar al van generaties daarvoor in onze familie. Dus ja, dat is gewoon heel erg pijn. En dat is gewoon niet te vervangen. Ik heb ook een ketting eigenlijk, ja, niet letterlijk op sterfbed, maar toen we wisten dat mijn oma ging overlijden, heb ik een ketting van haar gekregen. Die is bijvoorbeeld weg. Mijn trouwoorbellen zijn weg. Ja, dat zijn allemaal dingen die je niet kan vervangen. We hebben ook getwijfeld of we het Sarah wel of niet moesten vertellen. Maar ja, weet je, ze komt er links of rechtsom toch achter. Dan heb ik liever dat wij het er vertellen en dat je er daarin kan begeleiden. En dat je ook bepaalt hoe je het vertelt en wat je uitlegt. En er zijn ook spullen van haar weg. Haar sieraden, de eerste ring, de eerste oorbelletjes. Alle mooie oorbellen die ze heeft gekregen, kettingen. Dat is allemaal weg. De, zeg maar, speelgoedsieraadjes, dat ligt er allemaal wel. Ja, ze hebben ook allemaal andere dingen meegenomen. Maar ja, die zijn vervangbaar. Dus ondanks dat ik dat heel vervelend vind, lig ik daar niet specifiek van die spullen wakker. En ja, het is best wel heftig. Ik had nog nooit eerder een inbraak meegemaakt. Ik ben gelukkig, en Marco ook niet, we zijn niet heel bang aangelegd. Dus het is gelukkig niet dat we niet echt kunnen slapen. Sarah weet het per vandaag, dus dat is heel erg afwachten. Ik hoop dat het niet heel veel impact op ze heeft, maar ja, dat zullen we moeten aanzien. Ze is natuurlijk vandaag nog vrij van school, morgen heeft ze nog een studiedag aan de vakantie. Dus we hebben even 2 dagen dat ze gewoon even de rust heeft om dingen te verwerken. Dat we dingen met haar kunnen bespreken als ze vragen heeft. Mocht ze vannacht er niet van kunnen slapen, dan is het niet zo erg omdat ze morgen ook gewoon vrij is. Dus we vonden het wel heel erg fijn om die rust te hebben. Dit is ook waarom ik gisteren mijn kledingkast weer was gaan opruimen. Dat was namelijk echt heel erg chaos. Dat heb ik even eigenlijk buiten beeld gehouden. Omdat ik ook nog niet wist wanneer ik dit zou vertellen. En ja, er was natuurlijk zoveel. En je moet gaan opnemen wat je allemaal kwijt bent. Wat er allemaal mist. En omdat het zoveel is. Je weet wat je hebt. En ik weet heel goed altijd wat ik heb. Maar pas als je het doorgaat, kom je erachter. Want het is zoveel dat je de helft vergeet. Van niet vergeet, er zit al te veel in je hoofd. Dus je komt er gewoon even op dat moment niet op. En als je dan bezig bent, dan kom je er wel weer op. Dus daar, vandaar dat ik dus ook die kast weer op ben gaan ruimen. En plus, daar zaten ook allemaal moddersporen in. Geen voetafdrukken, maar wel heel veel modder. De technische recherche is ook langs geweest. Dus dan doen ze natuurlijk afstoffen. Nou, geloof me, dat spul is echt drama om eraf te krijgen. Hi, kom jij zomaar in beeld? Kleine gekke poes. Dus dat was ook wel echt drama om eraf te poetsen. Ik ben ook nog steeds niet klaar. Maar ja, zoals ik natuurlijk verteld heb, ik loop vandaag echt heel slecht. Dus dat is echt mega vervelend, die timing. Het is altijd vervelend, maar nu komt het me extra niet uit. Dus ja, daar moet ik ook nog mee verder. Ik had natuurlijk al, dan kom je van vakantie allebei. Marco was natuurlijk eerder, die was al terug. Maar dan heb je echt nog extra veel was ook. En dan die zooi. Nou, echt, het huis is echt een puinhoop. En daar hou ik echt niet van. Nou, ik zal het er echt mee moeten doen nu. Probeer in etappes kleine beetjes te doen, dat het niet helemaal stilstaat. En met een beetje hulp van Sarah kom ik er ook wel. En net als bij de wasnet, weet je, heeft Sarah een krukje. Ik ben overgeklommen. En dan ja, kan je zitten toch nog wel wat dingen doen. Dat scheelt. Dus zo hoop ik het toch wel op orde te krijgen. Maar echt, weet je, je krijgt ook lijsten van de politie voor je aangifte.
wat er allemaal weg is. Dus met opruimen was ik gisteren ook al notities aan het maken. Elke keer als je denkt, oh ja, dit staat nog niet op de lijst, dat staat nog niet op de lijst, zus staat nog niet op de lijst. Dan is het echt elke keer steeds meer. Je blijft achter dingen komen. Echt mega vervelend. En ze hebben ook echt allemaal verpakkingen van dingen gewoon opengetrokken. Dat lag overal. Het is echt zo'n chaos. Dus ja, ik was al heel erg aan het opruimen in huis. Nou, nu ben ik dat dus aan het combineren met de formulieren invullen. Die formulieren kopieer ik dadelijk ook, want ik moet natuurlijk voor de verzekering het ook opgeven. Dus dan heb ik het daar ook allemaal gelijk op staan. Woensdag komt daar de schade-expert van. Want er is ook natuurlijk schade in huis. Er is de deur opengebroken. We hebben traphekjes. Die traphekjes hebben we nog. Zerra is al groot. Die gebruiken we eigenlijk overdag niet. Maar als ze s'avonds naar het toilet gaat of zo, dan wil ze nog wel eens een beetje kronkelen. Half slapend. Dus dan zitten die hekjes bij de trap wel dicht. Want ik ben als de dood dat ze van de trap afvalt. En daar zit ik natuurlijk echt niet op te wachten. Maar ja, dat is gewoon uitgerukt. Weet je, dus dat is gewoon kapot. Allemaal andere schades in huis. Dus dat wordt opgenomen. Ik neem aan dat dan ook de spullen gelijk opgenomen worden. En anders heb ik die lijsten klaar. In ieder geval, ik hoop dat ik ze klaar heb. Want daarom zeg ik, je blijft achter dingen komen. Maar goed, het is al een aardig lang verhaal. Ik heb al 10 minuten nu zitten vertellen. Dus misschien dat ik gaandeweg vandaag nog op dingen kom. Maar ik zal het verhaal nu niet te lang. Oh, die zon verplaatst elke keer. Ik denk, ik zit er elke keer uit. Maar hele felle zon vandaag. En ik heb de Luxe Flex al dicht gedaan. Maar je hebt echt zo'n kiertje. Maar goed, dat is dus het verhaal wat er woensdag gebeurd is. Ja, en het brengt gewoon zoveel rompslomp mee. Maar misschien later vandaag. Ik vertel het heel rustig nog, maar van binnen ben ik er wel, het raakt me wel echt heel erg, weet je, sommige dingen. En ook gewoon, weet je, je kind dat vertellen, ook dat haar spullen weg zijn en toch een stukje veiligheid afnemen. Wetende dat ik dit mijn opa donderdag moet vertellen en dat het hem heel veel pijn en verdriet gaat doen. Ja, het is gewoon niet leuk. Waarschijnlijk heeft mijn enkel daar ook mee te maken. Ik ben gevoelig voor dat soort ontstekingen in mijn gewrichten. En stress werkt daar niet aan mee. Dit zijn er maar een paar, maar ik heb allemaal dit soort formulieren in te vullen. Nou, deze is dan voor antiek, maar dat hebben we niet. Want hier heb ik al bepaalde dingen op staan en dat hou ik verder wel privé. En dan krijg je overal van die rijtjes. Hier privé. En deze is dan bijvoorbeeld voor sieraden en zo. Daar hebben we wel een hoop van, maar... Echt stapels van deze blaadjes moet ik nu invullen. Nou, ik ben echt heel blij, want ik heb krukken. Ik moet zeggen, ik beweeg me echt gelijk een stuk beter in het huis. Ik kan steeds niet lang met die voet zo, maar het gaat wel een stuk beter. En ik heb nu een pijnstillerspiegel, dus dat gaat ook wel beter. En nu hopen dat die ontsteking snel weg is. Ik ben er echt moe van vandaag. Maar goed. Ook nog steeds bezig met die formulieren elke keer. Daarom heb ik de camera er net ook niet gepakt. En elke keer dan kom je weer achter dingen. En dan denk je weer ergens aan en het weer opschrijven. Best wel gedoe. Gelijk nu ik dat zeg. Ze vragen bij dingen foto's. Maar ik heb niet wie maakt de spullen van onze foto's. Dan zal ik te denken dingen die ik wat recenter heb gekocht. Dan kan ik natuurlijk... Bij de webshops gewoon foto's van maken. Dan heb je wel voorbeelden. Van wat er dan weg is. Dus dat vond ik op zich wel een goed idee voor mezelf. Ik heb net heel even met Marco samen tv gekeken. En ik heb vanmiddag natuurlijk al heel erg aan die lijsten gewerkt. En daar ben ik nu weer mee bezig. Nou echt. Dit mapje zit al helemaal vol. Deze blaadjes zijn al allemaal ingevuld. Maar ik blijf achter dingen komen die weg zijn. Echt, het is gewoon... Niet leuk meer. Waarom zegt mijn printer dat die niet? Dus ik kan gewoon nu weer een hele lading formulieren gaan uitprinten. Want ik ben ook, ik denk ben slim, ga even mijn oude foto's door. Gewoon even nu op Facebook.
Ik denk dat is wel makkelijk, want dan kan ik daar gewoon kijken van, oh ja, dat zie ik of dat heb ik ook of dat. Zo kom je echt wel op heel veel dingen nog. Want het probleem is niet dat ik het niet weet. Ik weet heel goed wat ik heb. Maar het probleem is meer dat je zoveel weet dat je daardoor aan zoveel dingen tegelijk denkt dat je daarna gewoon weer vergeet op te schrijven en niet meer weet waar je bent. En nu, als ik het dan zeg maar zichtbaar maak voor mezelf, dan... Sorry, ik ben ondertussen die formulier even aan het uitprinten. Op het moment dat je het dan zichtbaar maakt, weet je, nu ook, dan kwam ik weer een foto tegen en dan denk ik, oh ja, die heb ik nog niet uitgeprint. Of zo blijf je gewoon elke keer weer achter dingen komen. En dan ben ik nu ook screenshots dan aan het maken, ook voor de verzekering en voor de politie. En nou, ze echt, je blijft gaan. Het is echt niet normaal gewoon. Het stopt gewoon echt niet. En ik heb echt al zoveel. En ik heb het formulier, er kunnen 4 stuks op een formulier. En nu ben ik echt alleen nog bezig met de dingen van mezelf. En ik had wel een paar aantekeningen al gemaakt voor de dingen van Marco. Maar daar heb ik Marco voor nodig om het echt verder in te vullen. Dus die formulieren heb ik nog niet eens afgerond. Oh, even vastpakken. Echt, het is zo bizar. En ik denk ook dat mensen die dit soort dingen doen echt niet beseffen wat ze een ander aandoen. Weet je, ik ga hier gewoon nog de aankomende dagen gewoon bijna non-stop mee bezig moeten zijn om het überhaupt genoteerd te krijgen. Maar doe ik het niet, dan ja, schaad ik mezelf daarmee. Dus weet je, dat schiet ook niet op. Dus ja, echt wel. Oh, M&M's. Ik ga eten. Ik moet ook echt eigenlijk nog wat editen. Ja, dit moet eerst even af. Zo, weer even verder met mijn mond leeg. Ik denk niet dat mensen beseffen wat ze een ander aandoen. Echt niet. Weet je, je hebt alle emotionele dingen. Sorry, ik ben echt aan het doorgaan en aan het vertellen. Want anders krijg ik het echt van mijn levensdagen nooit af. Maar behalve dat je dingen afneemt van iemand wat iemand... Weet je, er zitten gewoon belangrijke herinneringen aan. Dus dat doet gewoon heel erg pijn. Maar daarbij ook, weet je, neemt gewoon je leven over. Ik heb gewoon nergens anders tijd nu voor eigenlijk. Omdat ik dit moet doen. Dat je echt denkt van, waarom? En, weet je, zoek gewoon een baan. Ga gewoon werken en blijf met je klauw van allemaal spullen af. Dat heb ik natuurlijk ook al gezegd toen mijn fiets gestolen werd. Want dat is 2 maanden geleden. Blijf gewoon van dingen af. Het is niet van jou. Ga werken. Koop zelf dingen. Doe iets nuttigs met je leven. Maar, ja. Oké, even met mijn verkeerde hand vloggen. Ik vlog altijd met links. En ik heb die kruk nu links. Dus dat schiet niet echt op. Met 2 loopt het ook beter. Maar dan kan ik helemaal niks in mijn hand houden. Ik heb nog meer in mijn handen. Ik ben er helemaal klaar mee voor vandaag, dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot morgen.